Flying Birds, Winschoten, Deslin Horst. FCC De Vaart, Finn Brekker. Thuisreder op de Missing Crosses baan hier, Sven Kuik. Opnieuw de Flying Birds, Jesse Elsinga. FCC De Heideclub rijdt de hele dag al sterk, Jorik Stiemstra. Voor FCC Nuland, JJ Ruys. De bijrijders Jordi Simon. En de snelle man uit Nuland, Jesse De Veer. Heren, succes. Oké, wie gaat hier Jesse De Veer kloppen? Ik hoor zijn moeder al even schreeuwen, kom op! Nou, hij is heel snel vertrokken, mama. Hij pakt hier gewoon de koppositie. En wie gaat hij dan met zich meenemen? 417, 23, maar dat Elsing gaat op 3, Stiemstra op 4, Horst op 5, Kuik op 6. En dan zien we ook nog Brakke meekomen en de andere man, Jordi Simon. Eens eventjes kijken of er nog wat gaat veranderen op dat tweede stuk. Of gaat hij gewoon uitlopen? Mr. Jesse De Veer, daar lijkt het wel op wat. Want hij heeft een klein gaatje geslagen. Maar ze zitten nog zeker eens achter nu. En ook Elsing gaat wil nog naar voren toe. En die probeert daar op techniek en plekje te schakelen. Oh, dan gaan ze slingeren. Maar wie gaat hem nog pakken, jongens? Of we worden weer gelopen daar. Dan kan hij er door de hoofd. Stiemstra schuift door naar positie nummer 3. Maar nog steeds voorop. Jesse De Veer, gevolgd door Reus op 2. Stiemstra op 3, De Veer op 4. Dan komt Elsing naar voren. Elsing pakt dan toch die derde positie. Maar wie pakt dan de titel? Spannend erop te schrijven. Ik kon het niet zien. Finish.